De Dag der Marrons staat dit jaar in het licht van integratie tussen de Marrons en de andere bevolkingsgroepen van Suriname. Deze mededeling deed Leo Atomang, voorzitter van de stichting 10 oktober 1760, gisteren tijdens een persconferentie. Volgens hem zal de ontwikkeling van het land hierdoor beter op gang komen. De Dag der Marrons wordt sinds 1974 herdacht door voornamelijk de Bosland-Kriolen. Vanaf 2010 is deze dag uitgeroepen tot een nationale vrije dag. Die ontwikkeling gaf meer bekendheid aan de Dag der Marrons. Stichting 10 oktober 1760 is ook dit jaar belast met het organiseren van diverse activiteiten rond deze dag. Atomang legt uit waarom zijn stichting integratie belangrijk vindt. Dit jaar hebben we gekozen anno 2017 als thema integratie. En in Dukatongo de Mbokayen Makandi Libi. Vandaar dat de stichting 10 oktober besloten heeft om partnerschap aan te gaan met de Hati Club om de Dag van de Marrons te mogen vieren in stichting De Olifant. We zijn ervan overtuigd en bewust om de Marron-gemeenschap te laten integreren met de rest van Suriname. Het land is een etnische land en Umulibi Makandi. Atomang ging ook in op de verworvenheden van de stichting. Een belangrijke mijlpaal is de samenwerking met de Broostnegers of Bakabusi Ningre. Deze groep heeft volgens Atomang ook een grote bijdrage geleverd aan de afschaffing van de slavernij in Suriname. Het feit dat meerdere organisaties activiteiten organiseren rond deze dag noemt hij positief. Atomang benadrukt dat de stichting streeft naar een landelijke viering van de Marrondag. Er is een nationale commissie die bezig gaat zijn in Palmentuin en ook met een Prodowaka. Daarnaast hebben ze plein van 10 oktober. En dat zijn goede ontwikkelingen. Dat was ook ons doel, om zoveel mensen de gelegenheid te geven om de situatie uit te breiden. We hebben bronswerk met de eerste vrouwelijke gramman van Jamaica. Ze is op 10 oktober op bronswerk. Heel goede ontwikkeling. Op 13 oktober hebben ze een internationale conferentie op Petondo in samenwerking met het traditioneel gezag al daar. Dus Marrondag ontwikkelt zich verder en ons doel is de zaak verder uit te breiden zodat landelijk Marrondag kan worden gevierd. Dritabiki moet in gelegenheid worden gesteld om Marrondag te vieren, Stoelmans Eiland, noem maar op Asidopo, en dat is onze streven. Leo Atomang van de stichting 10 oktober 1760. Hij sprak gisteren tijdens een persconferentie van de organisatie bij Lesina Apartments. De Dag der Marrons staat dit jaar in het licht van integratie.